Hallo allemaal, welkom op mijn kanaal. Ik ben er weer met de Look Fantastic Beauty Box. Het is een pauze geleden dat ik deze heb gehad. Ik heb de afgelopen maanden de Goodie Box gehad. Daar was ik niet zo tevreden over. Dus dat abonnement heb ik opgezegd. En ik heb weer een abonnement afgesloten bij Look Fantastic. Daar was ik altijd een stuk tevreden over. En die is een stuk goedkoper. Dus we gaan lekker kijken wat er allemaal in de box van de maand juni zit. En ik heb nog een mystery box besteld. Gewoon voor het leuk. Ik zag ze staan, toen dacht ik, ah, dat vind ik best grappig eigenlijk. Dus dat heb ik ook nog gedaan. De abonnementen zijn wel iets duurder geworden. Die waren vroeger €15,50 als je een abonnement had voor 12 maanden. Ik betaal nu €17,50 geloof ik voor 12 maanden abonnement. Maar goed, als dan de inhoud hetzelfde is als dat het altijd was, dan vind ik dat op zich niet erg. En dan vind ik dat het geld ook wel waard. Dus we gaan in ieder geval lekker kijken wat er in de box van juni zit. En dan de mystery box was ook €17,50 geloof ik. En daarvan weet ik dus uiteraard ook niet wat erin zit, want het is een mystery box. Dus ik ben benieuwd. Dan gaan we beginnen met de box van juni. En dan zijn dit de producten. We hebben 1, 2, 3, 4, 5, 6 producten in ieder geval. Oké, als allereerst heb ik van Tringwell, geen idee, de Velvet Powder Puff. Ziet er wel heel luxe uit, dat doosje. Oh, dat zijn van die, van die puff dingen. Tuurlijk, het heet een powder puff. Wat had je dan verwacht dan ook? Goed, het zijn er twee. Ja, ik ben hier eigenlijk wel blij mee. Ik gebruikte dit nooit. En nu de laatste tijd gebruik ik het wel. En ik gebruik nu op dit moment die van Essence. Essence? Catrice? Waar is die van? Nee, volgens mij van Essence. Deze voelen zo lekker zacht. Hier wil je gewoon eigenlijk lekker mee knuffelen en slapen. Snap je dat? Ja, ze zijn heel lekker zacht. Misschien dat je het ook wel ziet op beeld. Ze zijn heel lekker velvetachtig. Ja, velvet. Het staat er ook op. Sorry. Ik ben er niet helemaal bij met mijn gedachten, zoals jullie misschien wel merken. Maar goed. Ik ben hier blij mee. Even trouwens, hoe maken jullie deze dingen schoon? Doe je dat gewoon met water en zeep? Net als met je sponsen? Of verpest ik dan mijn hele powder puff? Graag een reactie. Hoe maken jullie deze schoon? Maar het eerste product vind ik in ieder geval leuk. Dus dat is een goed begin. Dan van Murad, ken ik ook niet, heb ik de Rapid Dark Spot Correcting Serum. Oh, dat kan ik gebruiken. Want ik heb vooral, ja, misschien zie je het nu niet zo heel erg, want ik heb natuurlijk make-up op. Maar ik heb hier allemaal wel van die oude pigmentvlekken. Het is wel een heel klein flesje. Het is 5 milliliter, dus dat is niet veel. Ja, het is gewoon zo'n klein flesje met een pompje erop. Geen idee natuurlijk hoeveel je ervan nodig hebt. Want voor hetzelfde geld heb je aan 1 of 2 pompjes voldoende. En dan kan je hier echt wel even mee doen. Maar ja, ik ga dit lekker gebruiken. Ik ben hier heel benieuwd naar of het goed werkt. Ja, leuk. Ik ben al weet ik veel lang op zoek naar iets wat echt goed werkt tegen die pigmentvlekken. En ik kan het niet helemaal lekker vinden. Dus ja, ik ben hier wel blij mee. Dan hebben we van Sweet. Ik denk dat dat het merk is. De Pro Lash Lift Mascara. Dit is hoe die eruit ziet. Ga ik die nu openmaken? Nee, dat ga ik niet doen. Ik ga hier in beeld nu een foto zetten van hoe het borsteltje eruit ziet. Want ik heb al best wel wat mascara's open en dat vind ik gewoon zonde. Dus deze laat ik nu eventjes dicht. Maar dan hebben jullie nu in ieder geval kunnen zien wat voor borsteltje het is. Dus die hebben we. Vind ik leuk trouwens, by the way. Ja, leuk. Make-up vind ik eigenlijk altijd leuk. Mascara kan iedereen wel gebruiken. Of tenminste, bijna iedereen. Maar meestal als je een beautybox abonnement hebt, dan ga ik ervan uit dat je mascara draagt. Dus ja, ik vind hem leuk. Dan van Philip Kingsley hebben we de... de Elasticizer Booster Restoring Conditioner. Deze heeft echt al vaker in de Look Fantastic box gezeten. Maar ik vind het in dit geval niet erg. Normaal gesproken denk ik dan altijd, nou, moet dat alweer? Maar in dit geval vind ik het niet erg. En de reden waarom, omdat ik het een heel fijn product vind. Ja, ik gebruik deze altijd heel graag als die in een box, adventskalender, noem het zit. Ik bewaar ze ook altijd allemaal. Dus ja, ik ben hier blij mee. Ga ik lekker gebruiken. Dan van This Works hebben we een Tinted Multivitamin Serum with Caramel to Prep. Serieus? Nou ja. Polish and Glow. Nou. Oh, het is voor je hele lijf. Oké. Spannend. Ik ben heel erg benieuwd.
Ik ga het lekker proberen. Een serum voor je lichaam. Ja. Maar met karamel. With caramel to prep, polish and glow. Is dat wat karamel tegenwoordig doet? Nou ja, goed. Een karamelserum. En dan hebben we als laatste van Avant. Oh, een eau de parfum. Wat leuk. Quintessence. Ja, kunnen jullie net niet helemaal lekker zien. Maar volgens mij heet die Quintessence. Gaan we natuurlijk even... Oh, lekker. Ja, heel lekker. Hij is een beetje fruitig. Maar niet overdreven fruitig. Fruitig met een warme geurnoot. Ja, ik vind hem heel lekker. Ja, echt heel lekker. Top. Ook een leuk product. Jongens, we beginnen goed deze maand. Ik ben blij met Lookfantastic. Echt waar. Ik ben serieus bij de Goodiebox nog niet één keer zo enthousiast geweest. En grappig genoeg, alle producten die ik deze maand heb ontvangen... Ben ik blij mee? Wil ik wel gaan gebruiken? Dat gebeurt natuurlijk niet iedere maand. Er zitten ook echt wel eens bij de Lookfantastic Box dingen bij waarvan ik denk, ja, dat ga ik gewoon niet gebruiken. Dus het is niet zo dat dat iedere maand zo zal zijn. Maar ik ben nu al zoveel meer tevreden dan bij Goodiebox. Ja, het is gewoon zo. Ik vind de Lookfantastic Box gewoon beter. En hij is 10 euro goedkoper. Dus ja, ik ben blij met deze box. Absoluut. En dan gaan we nu naar de Mystery Box. Kaartje. Die zat trouwens ook in die andere hoor. Ja, ik denk dat dit gewoon een box is van een afgelopen maand, als ik heel eerlijk ben. Als ik zo de inhoud zie. Allereerst hebben we van Philip Kingsley een Root Boosting Spray. Dat is om volume te krijgen, of niet? Maximizer. Ja, ik denk het wel. Ik kan het niet helemaal vinden, maar ik denk het wel. Nou ja, zo zie je. Niet alles in deze box zal ik ook echt gaan gebruiken. Want ja, weet je, dit gebruik ik gewoon niet. Daarvan denk ik dan, oh, dat moet ik een keer gebruiken. Wat ik vervolgens never nooit niet doe. Dus deze zal ik niet gebruiken. Anderzijds, Philip Kingsley is een geweldig merk. Ben ik echt heel tevreden over. En ik ken vast iemand die hem wil hebben. En anders zet ik hem op Vinted. Ja, van So Eco hebben we een Gua Sha steen. Want die hebben we nog niet. Als je hem nog niet hebt, ben je er blij mee, denk ik. Ik heb er 4 en geef ze om de havenklap weg. Omdat ik ze overal en ergens blijf krijgen. Ben ik niet heel blij mee. Vind ik het een heel ernstig product in zo'n box? Nee, absoluut niet. Want niet iedereen zal hem hebben. En dan ben je er denk ik wel heel blij mee. Dus, oké, vooruit. Dan van Get Hard hebben we de Rebuilding Nail Hardener. Dus het is geen... nagellak, maar het is om je nagels sterker te maken. Ik heb kunstnagels op, maar ik heb mijn kunstnagels er ook wel eens af. En dan zijn mijn nagels vrij zwak. En dan is dit wel heel handig. Dus als dan mijn nagels er een keer af zijn en ik wil even geen nagels... en ik wil gewoon mijn nagels vooral even rust geven, ja, dan is dit top. Dus ik vind het wel een leuk product, ja. Dan hebben we van Disworks de Stress Check Mood Manager. Dat is zo'n spray. Ja... Ik zeg dit vaker, deze krijgen we regelmatig. Niet alleen bij Lookfantastic hoor, maar hij zit ook altijd in adventskalenders en zo. Nee. Ik word hier niet minder gestrest van. Sterker nog, mijn stresslevel stijgt van dit soort producten. Ik vind het zo vies. Dus nee, het is niet voor mij. Maar ik ken iemand die het wel heel fijn vindt, dus ik denk dat ik hem lekker een haar gegeven. Dan hebben we van Dr. Lip de Superfood... Elderberry Tint. En dat is een lip, cheek en eyelid balm. Oké. Het is een getinte lipbalm die ook op je wangen en op je ogen kan. Interessant wel. En ik denk dat het in een mooie rode kleur is. Ik denk zomaar dat ik het op mijn lippen ga houden. Maar wie weet, misschien denk ik wel, oh leuk, voor op mijn oogleden. Je weet het niet. Maar ik vind het wel leuk in ieder geval. En dan als laatste hebben we van Weleda. De Skin Food Rich Intensive Care. Wat is dit? Face and Body Very Dry and Rough Skin. Maar wat is het dan? Oh, het is een voelende alles-in-één crème voor gezicht en lichaam. Nou is het wel een mini verpakkingtje.
Dus als je dit voor je lichaam wil gebruiken, dan kan je er één keer mee doen, denk ik. Want dit is 10 milliliter. Maar ik ben eigenlijk wel gewoon heel nieuwsgierig. Want mijn huid is er inderdaad momenteel niet zo heel best aan toe. Ja, het is zo'n hele lekkere, dikke crème. Ik ga er een beetje van in mijn nek smeren, want ik heb hier weer een eczeemplek zitten. Dan ben ik heel benieuwd of mijn nek dat fijn gaat vinden. Of in ieder geval, of mijn huid dat fijn gaat vinden. Ja, het ruikt heel natuurlijk. Er zit wel een soort van geurtje aan, maar het is niet chemisch. Ja, echt Weleda. Ja, echt een Weleda geur. Ja. Ja, ben ik eigenlijk ook wel blij mee. Ik vind Weleda een heel fijn merk. Dus ga ik lekker gebruiken op de plekken die wel wat goeds kunnen gebruiken. Ja, leuk. En dan was dat de mystery box. Wat ik al zei, ik denk dat dit gewoon de box was van een van de afgelopen maanden. En dan ook daarmee weer. Hier zaten iets meer dingen bij die ik niet per se zal gebruiken. Maar ik vind het geen slechte box. Als je deze hebt gekregen in een van de afgelopen maanden en je betaalt €17,50 per maand. Ja, dan vind ik het wel gewoon een hele goede box. Er zitten goede merken in. Er zitten ook echt wel wat duurdere merken in. Want Philip Kingsley is niet heel goedkoop. Dus ja, ik ben eigenlijk wel gewoon weer heel tevreden. Dan ben ik heel benieuwd wat jullie vinden. Vinden jullie deze box beter dan de Goodie Box? Vinden jullie de Goodie Box beter? Vinden jullie dit leuke video's? Ben ik uiteraard ook even nieuwsgierig naar. En dan wil ik jullie voor nu in ieder geval heel erg graag bedanken voor het kijken. Mocht je dit nou een leuke video vinden, geef dan even je duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal, daar zou je me heel blij mee maken. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende. Doei doei!